een nieuwe gast klaargestoomd. De andere shows zingen nu wel een lager toontje, want hier hebben we voor jou Louis Paul Bootje. Goedenavond, meneer Boon, en welkom in onze show. U schreef onlangs een nieuw boek, Mijn Kleine Oorlog. En u deed dat niet alleen, heb ik gehoord? Nee. Dat deed ik niet alleen. Ik heb de hulp gekregen van Willem Elschot, die de inleiding schreef van het boek. Oké. En van waar haalde u de inspiratie voor het boek? Wel, ik gebruikte vooral verhalen en anekdotes die ik opving van de mensen als ik stond te wachten in de rij op eten of wanneer ik op het treinstation rondliep. Want wat de mensen daar allemaal tegen elkaar vertellen, je zou het niet geloven. Mm-hmm. En had u een bepaalde bedoeling met het boek? Ik gebruikte cursief gedrukte teksten om mijn woede te uiten naar de mensen. Ik wou hen ook duidelijk maken dat de kleine mens, de gewone arbeider, vaak de dupe is van de profiterende grote mens. Hier hebben we dus duidelijk te maken met een kleine volksmens. Ja, toch wel. Ja. Hoe begon u eigenlijk aan het schrijven in het algemeen? Je leest een boek van de Franse dokter en je bent vertrokken, hè? Maar hebt u er niet een greintje talent voor nodig? Want het lijkt mij allemaal zo simpel als je het uitlegt, maar misschien gezonden van thuis uit? Nee. Je hebt zeker wel een vorm van talent nodig. Maar de mooiste boeken komen toch voort uit je eigen ervaringen. En ik ben van thuis uit gestuurd, dat zou ik niet durven zeggen. Ik ben goed opgevoed, maar wel vrij katholiek. Dus mijn ouders hadden het beroep schrijver niet echt op het oog voor mij. Sommigen onder ons verzamelen postzegels of natuurprenten. Maar meneer Paul Boon, die verzamelt heel wat andere spullen. Paul, als ik je zo mag noemen, ik laat het je liever zelf vertellen, want ik krijg het haast niet over mijn lippen. Ik begrijp dat het inderdaad vrij bizar is voor sommige mensen, maar voor mij is het gewoon een vorm van een hobby, of een soort van passie eigenlijk. Ik verzamel dus, als ik het zo mag zeggen, pornografische prenten. Die je eigenlijk eerder moet zien als een soort van kunst. En een liefde voor het vrouwelijke lichaam. Oké. We zijn alweer heel wat meer te weten gekomen over Louis Paul Boon. En in naam van ons allen bedank ik u zeer. En tot de volgende keer. Dank u wel. Maar onze volgende afspraak zou wel voor 10 mei 1979 moeten liggen, want dan leg ik het laatste loodje. Oké, bedankt. Dag, Louis Paul Boontje.